We zijn hier in de repetitieruimte van de Arenberg Schouwburg en naast mij zitten de twee Annie's. Ze hebben meegedaan aan de zoektocht Op zoek naar Annie op VTM Kazoo. En hoe was dat eigenlijk, zo'n auditiedag? Heel vermoeiend, maar je leert ook heel veel dingen bij en je maakt nieuwe vrienden en zo, dus dat is heel tof. En welk liedje heb je dan gezongen? In de eerste auditiedag moesten wij allemaal wachten en zwaar bestaan. En morgen ook een stukje zingen. Dus dat was vooral de bekende liedjes van Annie die we toen moesten zingen bij de eerste auditiedag. En waren jullie met veel meisjes? We hadden 600 inschrijvingen. Er zijn er dan 300 van mogen komen, waaronder ons twee dan. En die werden dan opgesplitst in drie groepen van elk 100 man ongeveer. Want jij bent Lotte ja. En jij bent Pommelien, hè? Ja. Ja, met ieder dan 100 man ongeveer. En ja. En het was heel leuk. Ja, druk, maar dat is wel tof. En wat heb je gedaan om je in te leven in de rol? Ik heb eigenlijk gewoon mijn best gedaan daarvoor. Ik heb niet zo zoiets gedaan. Oh, en nu ga ik meteen al die scènes uit die musical eens naspelen in mijn bed. Of ik al die dingen zo van buiten. Ik heb eigenlijk niet zoveel speciaal daarvoor gedaan. Ik heb gewoon mijn best blijven doen. En wat is je lievelingsnummer uit de musical? Met jou, samen met meneer Warwick. Oh. Dat is ook wel een leuk dansje. Kan je goed dansen? Ik denk... Zij wel. Ja? Zij wel. Ik ben niet zo'n danser, maar zij kan echt zo... Woep, en bij haar zit dat erin en bij mij. Dus dat is een beetje minder. Wat doe je dan het liefst? Zingen, dansen of acteren? Allemaal tezamen. Bij u ook? Ja, allee. Dansen is zo... Just een trapje lager, want dat is zo, maar dat vind ik uiteindelijk ook heel leuk, want dat kun je meer zo... Meer helemaal geven, denk ik. Jullie werken samen met Deborah en Mark. Heb je al veel geleerd van hen? Toch wel. Hoe dat je moet inleven in de rol en ja, hoe dat je met hen samenwerkt, is ook heel leuk. En is het leuk samenwerken? Ja, want die doen zijn allemaal, het leuke mensen? Ja, die doen allemaal zo vriendelijk en zo. En als je dan zoiets fout doet, dan Mark heeft dan zo de grote van... Nee, dat was mijn schuld. Ook als jij het zei, zo'n beetje. Dus dat is echt leuk om daarmee samen te werken. Want allemaal, als je dan zo'n fout maakt... Oh, maar dat is niet erg. Zo, opnieuw, oké. Dus dat is echt helemaal vlot. En dat gaat echt super tof. En hoe zijn de andere meisjes? Andere meisjes zijn ook heel leuk om mee samen te werken. Als er iemand niet is, wordt er direct ingevallen. Als er een dansstuk is, wordt er meteen weer geïmproviseerd in een dansje. Dat is echt een hele leuk om... En vandaag is ook Sandy er. Ben je een grote dierenvriend? Ja, ik heb zelf twee schapen thuis. Ik heb geen hond, maar ik zou er wel graag in hebben. En ik vind Sandy ook een heel schattig hondje. Dus dat is keileuk als je dan mee mocht werken. En luistert hem goed? Ja, maar soms wil hem niet gaan zitten. Dat is wel lastig. Bij mij gaat hem altijd bij morgen, dan moeten wij die zo aaien. Maar dan zit hij al zo gebogen. Maar soms doet hij een hond, gaat hij liggen. En dat is altijd bij mij en nooit bij u. En dus ik moet altijd... Nee, schijnt ze nog weg. En dat is heel moeilijk om dat zo te zeggen. Dus dat is wel vervelend met Sandy. En maar, wat is je favoriete scène? Is dat met Sandy? Ook. Maar ik vind vooral ook een hele leuke scène. Bij dat liedje van... Jij hebt het nu al naar je zin. Allee, dat zo, want dan gaan ze met allemaal speelgoed rond. Je mocht op een step en lollies en dingen. Ze zijn dan wel fake, maar dan heeft het idee alleen al is al goed. Hè? Dus. En hebben jullie podiumkleren al gezien? We hebben ze zelfs al mogen aandoen. Ook de pruik? Met pruik en al, met lijm en al, met plakkertjes. Echt heel impetant. Maar en jeukt dat niet super hard? Oh, ja, echt waar. Ja, het jeukt echt verschrikkelijk. Hier zo, want ze lijmen dat dan zo deze twee flappen hier aan vast. Zo. Die hangen aan die pruik, zodat je dat niet ziet. Maar dan wordt je hele hoofd een beetje samengedrukt. En hier is dat niet vastgelijmd. Dus dat zit de hele tijd, als je zo je wenkbrauw doet of zo. Dan doet hij de hele tijd over het ding. En daarna moeten ze dan nog met precies een bijtel eraf halen. Maar dat is eigenlijk gewoon een borstel met niet meer lijmdinges. Dus het is wel gewoon heel veel zeer. Dat wint wel, hè? Ja, je moet het ervoor over hebben, natuurlijk. Ja, ja. Zometeen heb ik nog meer vraagjes voor jullie. Nu gaan we kijken naar Bandits met Tijd van ons leven. Okay.